deze week is het eind van deze week, Londen. Ja. Sabrina Sengül. Ze heeft je al een paar keer uitgedaagd, hè, van een kickboxpartij. Toen kwam het er niet van. Ja. En nu wordt het toch een MMA-partij. Wat denk je ervan? Ja, ik sta er echt. Ik vind het gewoon echt gek. Ik bedoel, kijk, ze hebben me uitgedaagd dat ik al overstap had gemaakt naar MMA. En het lag aan Bellator. Ik zou voor haar zeker de overstap terug naar kickboksen doen. Maar op een of andere manier kreeg ze dat niet rond. Dus ja, dan kan je wel heel hard roepen met Denise uitdagen. Maar ja, kom dan ook echt, zou ik zeggen. Maar ja, nu is deze wedstrijd en dan staan we in de MMA-kooi. En dat is natuurlijk, dat is voor mij gewoon bekend terrein. En het wordt ook gewoon mijn avond en mijn spelletje. Ja, zij is natuurlijk een staande vechter. Dat ben je zelf ook. Maar wat veel mensen niet weten is dat jouw basis ook echt in grondvechten ligt. Ja. Is het dat ook hetgeen wat voor jou de doorslag kan gaan geven aankomend weekend? Nou, ik denk hoe ik me op dit moment heb voorbereid. Ik heb me echt, ik kan nu wel echt zeggen dat ik me voor 1000% op een MMA-kooi heb voorbereid. Wat ik voorheen misschien wat minder heb gedaan. Maar ook staand, ook op de grond, ik weet gewoon dat ik op alle vlakken beter ben. En weet je, ik heb mijn voordeel ook op de grond, maar ook staand is zij niet beter dan mij. Dus het is misschien een kickbokser en ze mag ook wereldkampioen zijn, maar op alle vlakken wordt dat gewoon mijn spelletje. Ja. Een verwachting voor aankomend weekend? Winst, voor mij. Ja. Hey Denise, hartstikke bedankt voor je tijd. Heel veel succes aankomend weekend en we hopen je snel weer te zien. Dankjewel. Ja. Dankjewel.